Bone Lions. Nog steeds ongeslagen in de Nederlandse competitie gisteravond. En zij speelden tegen het eveneens ongeslagen Electrotech.nl uit Bemmel. De Lions in het nieuwe gestoken door Star by GL. Nieuwe kostuums. Zij laten het aan het publiek zien. De voor- en ook de achterkant is vrij. De wedstrijd dan. Belinda Bos opent met een driepunter. En het antwoord komt gelijk van Jill Bettenville met een drive naar de basket. En Jill maakt er 3-2 van. Op dat moment is de wedstrijd nog spannend, maar dat zou niet lang duren. Sharon Belt, op aangeven van Fieke Lichthart, maakt 5-2. En de Lions zijn al vroeg in de wedstrijd ontketend. Fieke Lichthart hier weer. Paas naar Molly McDowell. En een jumper van Molly McDowell. 9-2 op dat moment. De Lions slaan al vroeg in de wedstrijd een gaatje. En bij een stand van 9-2 moet coach René van der Wielen al in een time-out vluchten. Om zijn team weer op het juiste spoor te krijgen. Maar het mag niet baten. Belinda Bos paast hier naar Sharon Belt. Drive naar de basket. 360 graden move en een score van Sharon Belt. 15-4, 11 punten voorsprong. Score van Karin Kuyt dan bij Electrotech. Zij maakt het 15-6. Maar opnieuw de Lions. 17-6 Kim Hartman. En Sanne van Dongen van achter de driepuntlijn. Een paas van Sharon Belt maakt het 21-8. McDowell dan weer. Paas naar Belinda Bos. Sharon Belt. En de bal komt bij Molly McDowell. En zij vanuit de hoek met een driepunter maakt het 24-8. Kort voor het einde van het eerste kwart. Het eerste kwart eindigt dan in een 26-8 voorsprong voor Lone Lions. En de wedstrijd is dan eigenlijk al gespeeld op dat moment. Coach René van der Wielen van Electrotech probeert het dan nog van alles. Ook een technische fout. Vandaar dat Molly McDowell hier alleen op de vrije worp de lijn staat. Om het 31-8 te maken. Maar de Lions gaan door vanaf de driepuntslijn. Belinda Bos. En hier Kim Hartman. Paas naar Sanne van Dongen. En de bal komt opnieuw bij Belinda Bos vanaf de driepuntslijn. En Belinda maakt het op dat moment 40-18, 22 punten voorsprong voor Lone Lions. Sanne van Dongen vanaf de driepuntslijn. Doe maar. 47-20 maar liefst. 27 punten voorsprong. En dat is tevens de voorsprong met rust. Het staat dan op dat moment 49-22. En de tweede helft is dan eigenlijk alleen nog maar voor de statistieken. Molly McDowell, jumper. Electrotech probeert nog wat terug te doen. Zo hier en daar. Hier via Gabrielle van der Bos. Een geslaagde driepunter. En de stand komt daarmee op 57-35 in het vierde kwart. Kan coach Laakje Lakner zijn jeugdspeelsters in het veld brengen. Want de wedstrijd is dan eigenlijk al gespeeld. Lakner blijft fanatiek coachen aan de kant. Hier nog een score van Fieke Lichthart. Ze maakt het 82-47 op dat moment. En het heeft dan allemaal niet zo heel veel zin meer. Hier Denise Bloemkolk met een onafvolgbare, wat gecompliceerde actie. Maar uiteindelijk maakt Denise het laatste score van de wedstrijd. 88-62. En Lone Lions blijft voorlopig nog even ongeslagen in de Nederlandse competitie. En brengt Electrotech, concurrent Electrotech, toch een behoorlijke nederlaag toe. Uiteindelijk wordt het 88-62. Volgende week ontmoeten beide teams elkaar weer. In Bemmel dit keer. En dan gaat het om de Nederlandse beker. Laki, gefeliciteerd. Goede wedstrijd. Ja, dat is het eerste keer dit jaar dat we een goede wedstrijd gespeeld. Stond je behoorlijk fanatiek langs de kant? Nou, we mochten niet verslappen, weet je. Dat is het vaker gebeurd dat wij misschien 10 punten of meer voorsprong hadden. Niet in deze wedstrijd, maar in andere wedstrijden ook. En dan maken we altijd een potje van of wedstrijd van. En dan geven we tegenstander te veel kansen in principe om gelijk te maken, om dichterbij te komen. Dus daarom wou ik dat we vandaag echt tot het einde gaan. Maar je pakt die wedstrijd gelijk in het eerste kwart al. Ja, maar oké. Ik bedoel, ik moet zeggen dat ik het echt een hele goede gevoel heb. Maar ze spelen mij aan weken. Weet je, kunstmatig ziet het wel zo. Of hoe zou je zeggen, van de kant als je alles goed doet. En je mist die hele mooie open shot.
dan is het voor het publiek zo, oh, weet je, dan is het net niet. En dan vergeet je dat het goed gespeeld wordt, uitgespeeld wordt, maar niet gescoord wordt. Dus dat was het verschil bij ons. Vaak spelen we wel redelijk, alleen maar niet kansen hebben. Vandaag hebben we dat wel gedaan. Maar nu was het schotpercentage ook wel eigenlijk ongehoord hoog. In de eerste helft dan. Ja, ja, ja. Maar oké, nou, ik moet zeggen dat ik denk, nou, misschien zo hoog hoeft er niet te zijn. En zal het waarschijnlijk niet worden, maar ik denk dat we zeker beter kunnen dan vorige keer of afgelopen keren. Dus dat wordt wel ergens in de midden in principe. Dat is ook wel nodig, want we gaan Lek de Tek weer tegenkomen binnenkort in de beker. Ja. Ja, ik bedoel, we weten alles van elkaar en ja, ik heb goed gevoel, want ik weet wat we kunnen. Dus ik ben niet bang voor niemand. Een team is het wel gewoon sterk, goede mentaliteit, ze willen hard werken. Dus we gaan in goede richting en we zullen vaker misschien ook hebben dat net niet is of zoiets. Maar dan kan je oppakken op je mentaliteit. Dus dan win je net met 2 of 3 punten. Maar dus slechte wedstrijden moet je op andere manier kunnen winnen. En dat doet deze team wel. Oké. Okay.